Ja, ja. Je hebt mensen die werken. En je hebt mensen die hobbyen. Ja, ik ben weer aan de hobby. Wat is het? 6 november volgens mij. Woensdagmorgen. Hè? En het is gewoon niet mistig. Het is gewoon 8, 9 graden. Ik heb het helemaal naar mijn zin. Zeker, moet je niet verder vertellen. Ik heb Tessa en Esme. Kijk eens aan. Klik, klik. Ja, je mag nog een rondje. Ja, twee vriendinnen die zeggen, Dikkie Dik, we gaan lekker samen lessen. De ene wordt maart 21 en de andere wordt mei 21, 2025. Dus we beginnen op de 125, even lekker automatisme kweken. Vier tentakels hebben alle vier wat te doen. Koppelingetje, voorremmetje, klik, klik. Ja, 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 ja. Ik wil nog even één kijkje, even kijken hoor, welke was het ook alweer. Zie je op het dashboard, hè? Op het dashboard dat deze knippert. Wat betekent dat, dat die knippert? Wat is leeg? Dat is een tank. Oh, jij denkt dat dat met de tank te maken heeft? Nee joh, die motor heeft het gewoon naar zijn zin. Dan gaat die knipperen, dan gaat de lampen knipperen. Dat vind ik pijn. Heb jij het ook naar je zin? Leuk, hè? Nou, ik zie wel dat jullie redelijk feeling ervoor hebben. Hè? Omdat je al helemaal mindsetting was, motorrijden, je hebt al gegoogeld en weet ik het allemaal wat. Ze gaan nog wel spullen kopen bij Adi Molenaar. Dat gaan ze volgende week al doen. Komen ze helemaal krakend in het leer, komen ze naar boven volgende week. En Frank, dankjewel hè, dat je deze dames naar mij toestuurt. Hè. Frank Zakkers is echt een gerenommeerd goed rijschool ook in Utrecht en omstreken. En wij doen dat in Houten en omstreken. Dus Frankie, dankjewel hè. Ja. Ik ben wel opgezadeld met deze dames, maar dat ga ik wel leuk vinden hoor. Het gaat ook goed, je mag nog een rondje. Ja, dat is leuk. En als je het dan samen mag doen, samen de hele beleving mag meemaken. Op een lichte motorfiets beginnen, eerste bediening. Automatismes kweken, dan is het een proeflesje die al eigenlijk geslaagd is, absoluut. Ja hoor, nog een rondje. Rijdt in zijn drieweg. Oké. Dan gaan we eens even kijken hoe ze dat oplust. Dat vind ik leuk, hè. Want als het niet goed gaat, dan vind ik het leukst. Ze is in zijn drieweg gereden. De dame met het dunne Adidas broekje met de witte schoentjes. Maar dat gaat volgende week helemaal anders zijn, hoor. Daar heb ik al over gesproken. Even kijken. Je bent net in zijn drieweg gereden of in zijn vier? Oh, ja, ik voel hem niet goed. Jij mag vast rijden. Even naar beneden je voet. Even duwend vasthouden. Koppeling iets naar voren. Ja, even je voet weer loslaten. Nog een keer je voet naar beneden duwend vasthouden. Koppeling, dat klik. Nog een keertje je voet. Duwend vasthouden. Klik. Nog een keer je voet. Duwend vasthouden. Nu wilt hij gewoon wegrijden. Je stond dus in z'n vier. Hallo. Hallo. Het is woensdagmorgen, het is nog wel vroeg, ben ik niet. Je mag nu wegrijden in z'n heen. Ja, dat gebeurt. En dan is het een machine en machines doen niet altijd wat je wil. Ze stonden stil in zijn vier. En ik heb mijn werkwijze nu even laten zien. Met je voet naar beneden, koppeling iets naar voren. Ja, dan hebben we drie keer teruggeschakeld. Dus hij stond in zijn vier stil. We gaan het zien wat ze nu doet. Als het goed is, komt ze nou in zijn 3A rijden. Rust in de remming, koppeling, klik. Nog één keer klik. Goed duwend vasthouden. Koppeling naar voren. Ja, nog een keertje. Ja, oké. Je mag hem even uitzetten. Tot nu toe vind ik hem geslaagd. Ja, toch? Ik ga even nog wat aandachtspunten geven. Wij gaan er weer lekker vandoor. We zijn aan het hobbyen en zij zijn aan het werk.